Hi there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by. Thanks for watching another episode. As always, I appreciate your time and I appreciate your support. Today I've got some storytelling in Dutch for you. So when we start the exercise, it will be Dutch only. But before we do that, remember to give the like if you like this content, subscribe to the channel if you want more, and let me know in the comments if this was useful for you or not. If you want to help out the channel, go to the description box, click on the Buy Me a Coffee link, and I will greatly appreciate your support. But without much further ado, let's go straight for the exercise of today. Dus hoe gaan we deze oefening doen? Ik zal jullie een verhaal vertellen in het Nederlands. Ik zal dit verhaal één keer vertellen. En daarna zijn er dus meer keuzevragen. Dan moet je kiezen tussen A, B of C. Daarna geef ik ook het correcte antwoord. Dus dan kun je kijken of je het juist had of niet. Ik zal het verhaal vertellen en ik zal ook redelijk traag spreken. Oké? Voilà, dat was het. Ik wens jullie veel succes en hopelijk kun je het verhaal heel goed begrijpen. En voor dit verhaal gaan we naar Nieuw-Zeeland. Oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland waren de Maori. En de Maori die vertellen nog veel traditionele verhalen, vele legendes. En een van die legendes gaat over kikkers. Kikkers worden daar vereerd omdat ze volgens de Maori regen kunnen maken. En waarom is dat? Wel, als er een droogte is, zie je geen kikkers. Maar als het opeens begint te regenen, dan zie je opeens veel kikkers. En niemand weet waarom. De Maori geloven zelf dat er in de buik van de kikkers ook veel water zit. Dus als je op een kikker zou trappen, dan kan er misschien veel water uitkomen en dan kan er een ongelooflijke grote overstroming zijn. En hoe komt dat geloof? Wel, dat komt voort uit het verhaal dat ik jullie nu zal vertellen. En het verhaal gaat als volgt. Op een bepaald moment in het dierenrijk komt er een heel grote kikker aan. Een heel, heel grote kikker met een dikke buik. En die zet zich naast het water en die begint te drinken. En hij drinkt alles leeg. Alle meren, alle kanalen, alle rivieren. Hij drinkt alles leeg. En hij wordt groter en groter en groter en hij krijgt een heel dikke buik. Nu, al de dieren daar rond, die zien dat en die beginnen bang te worden. Die zijn bang omdat ze denken dat al het water nu weg is en ze niet meer zullen kunnen drinken. Want ja, die andere dieren die moeten natuurlijk ook drinken. Dus die kikker drinkt alles leeg, er is geen water meer, dus er is een crisis bij de dieren. Maar op een bepaald moment, als de kikker alles heeft leeggedronken, dan zet hij zich onder een boom in de schaduw en dan is hij tevreden. Nu praten de dieren met elkaar en zeggen ze van, ja kijk, wij moeten opnieuw water hebben, anders gaan wij dood. Dus ze hebben een plan. En zeggen ze, misschien die grote kikker met zijn dikke buik, als we nu eens konden maken dat die kikker lacht, dan gaat die mond open en misschien zal het water opnieuw in de meren, de rivieren en de kanalen stromen. Zeggen ze, dat is een goed idee, we gaan dat proberen. En ze beginnen met de kangoeroe. En de kangoeroe die kan heel rare sprongen doen en die springt op zijn achterpoten en zijn voorpoten. Het is heel grappig, maar het enige dier dat niet lacht is de kikker. Dat is geen probleem, ze sturen de koala. En de koala die begint te rollen van de heuvel en die maakt ook kleine bokkensprongen, maar het lukt allemaal niet. De kikker wil niet lachen. Zeggen ze geen probleem en ze sturen de slang. En de slang die kronkelt zich in alle mogelijke richtingen en die maakt gekke gezichten, maar er gebeurt niets. De kikker blijft roerloos. Hij lacht nog altijd niet. Dan sturen ze de vogels, de kakatoes en de spotvogels, en die kunnen hele mooie verhalen vertellen. En die vertellen grappige verhalen over iedereen. Ze spreken over de leeuwen, ze spreken over de giraffen, ze spreken over de gnoes, ze spreken over vele, vele, vele dieren. Maar toch lacht de kikker niet. En de rest van het dierenrijk ligt plat van het lachen. Dus dat is wel redelijk bizar, maar de kikker blijft maar niet lachen.
Ook de stekelvarkens, de buideldieren, de miereneters, iedereen probeert de kikker te doen lachen, maar het lukt maar niet. Dus de dieren zijn hopeloos, ze zijn de wanhoop nabij, ze hebben geen moed meer, maar dan komt de zeepaling voorbij. En de zeepaling zegt, wat is het probleem? Wel, de dieren zeggen, we hebben geen water meer, die kikker heeft alles leeggedronken, we moeten een oplossing vinden. Zegt de zeepaling, ik heb een heel goed plan. Dus hij neemt een paar van de grasprietjes die hij nog vindt en hij plakt die aan zijn lijf. En hij doet dat ook bij zijn familie. Dus ze zijn met 5, 6 zeepalingen. En die beginnen te dansen, te kronkelen. Ze trekken gekke gezichten en gekke bekken. En op een bepaald moment begint die kikker te schaterlachen. En al het water stroomt eigenlijk weer vanuit zijn mond naar de rivieren, naar de kanalen en de meren. Tot iedereen weer genoeg water heeft. Dus iedereen is tevreden. Maar nu kijken ze opnieuw naar de kikker. En die kikker is nog altijd groot. Zijn buik is nog altijd dik. Dus worden de dieren nu bang van de kikker. Zeggen ze, hopelijk zal hij niet meer lachen, want waarschijnlijk zit er nog heel veel water in zijn buik. En dat is eigenlijk het verhaal waarom dat de Maori, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, nog altijd gelooft dat kikkers regen kunnen maken. Oké, dat was het verhaal voor vandaag en nu gaan we naar de vragen. En we gaan naar vraag 1. Wat is een traditioneel geloof bij de Maori? A. Kikkers drinken veel water. B. Kikkers veroorzaken droogtes. Of C. Kikkers kunnen regen maken. Dus A. Kikkers drinken veel water. B. Kikkers veroorzaken droogtes. Of C. Kikkers kunnen regen maken. Het correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is C. Kikkers kunnen regen maken. We gaan naar vraag 2. Welke dieren deden gekke sprongen om de kikker aan het lachen te brengen? Waren dat de kangoeroe en de koala? Was dat B. de slang en de spotvogel? Of was het C. de kakatoe en de parkiet? Dus A. de kangoeroe en de koala. B. de slang en de spotvogel. Of C. de kakatoe en de parkiet? Dus wie deed gekke sprongen? Correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is A. De kangoeroe en de koala deden gekke sprongen om de kikker aan het lachen te brengen. We gaan naar vraag 3. Wat gebruikten de zeepalingen om zich te verkleden? Was het A. geel zand, B. bruine klei of C. groen gras? Dus A. geel zand, B. bruine klei of C. groen gras? Correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is C. Groen gras. Gebruikten de zeepalingen om zich te verkleden. We gaan naar vraag 4 en tevens ook de laatste vraag. Waarom zijn de dieren bang van de dikke buik van de kikker? A. Het water in de buik kan tot overstromingen leiden. Of B. Ze zijn bang dat hij alles opnieuw zal opdrinken. Dus A. Zijn ze bang dat misschien het water in de buik tot overstromingen kan leiden? Of B. Zijn ze bang dat hij opnieuw alles zal opdrinken? Het correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is A. Het water in de buik kan tot overstromingen leiden. Voilà, dat was de oefening van vandaag. Ik hoop dat het goed gelukt is. Ik hoop dat je ze leuk vond. En ik wil jullie opnieuw bedanken om naar deze video te kijken. Vergeet niet om het een like te geven als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet om op het kanaal te abonneren als je meer video's wil. En laat me in het commentaar weten of je dit leuk vindt, of je het goed hebt gedaan, of je het niet goed hebt gedaan. En als je het kanaal wil hebben, dan ga je naar de beschrijving, klik op de Buy Me a Coffee link en ik zal jullie steun zeker appreciëren. Ik wil jullie opnieuw bedanken om naar deze video te kijken. Ik wens jullie ook nog een fijne rest van de dag en stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao!